een duidelijk overzicht met de aantallen, de taskforce die ingesteld is, een overzicht met de samenwerking met Achterhoek, hoe we dat aan gaan pakken. Zelfs een datum, Q1 2025, met onze opgave hoeveel huisvesting wij voor asielzoekers hebben afgesproken binnen Achterhoek. De vraag is, waar gaan wij al deze mensen huisvesten en wanneer krijgen wij als raad daar weer informatie over? De bedoeling van de raadsmededeling was om u zeg maar mee te nemen in het proces wat we allemaal te doen hebben. Daarom hebben we daar ook een tijdsplanning aan gekoppeld. En de Q1 dat we het zeg maar ook in beeld willen hebben op welke manier, hoe en ook waar. Maar we hebben ook er bewust voor gekozen dat, zeg maar om die waarvraag, zeg maar, om dat eerst verder onderzoek te doen voordat wij zeg maar, daar met locaties naar voren zullen gaan komen. Om ook vooral zeg maar, als wij straks uiteindelijk locaties hebben of daarover met de omgeving en met u natuurlijk zeg maar, in gesprek te gaan. Dat onderzoek vindt op dit moment plaats en daarvan hebben we afgesproken zeg maar, dat alle drie de taskforce zeg maar, we daar stappen willen gaan zetten zodat we 31 maart duidelijkheid hebben hoe en op welke manier we het denken te kunnen realiseren. Ja, wij ook. Ja, als vervolgvraag. De vorige keer hadden we het over woningen die opgezocht worden. Dit gaat dan specifiek over speciale categorieën. Toen heb ik de datum medio november gehoord dat wij als raad wat suggesties, wat aantallen, wat mogelijkheden zouden worden. En nu is het alweer volgend jaar. We hebben in november zeg maar, het plan van aanpak vastgesteld. Dat is deze maand. En in het plan van aanpak staan zeg maar, is dan weer zeg maar, de concrete locaties, gebouwen, plekken. Die willen we zeg maar, nu gaan uitwerken zodat we die eind maart beschikbaar hebben. Dus de toezegging die we toen gedaan hebben, die hebben we volgens mij wel gehaald. In ieder geval als beleving van het college. Het plan van aanpak, dat hebben wij dan ook, waar precies de locaties in staan waar u verder gaat onderzoeken. Nee, er is een collegebesluit waar zeg maar, het plan van aanpak, hoe we alles gaan doen. Daarnaast is er een besluit vertrouwelijk over welke locaties het dan gaat. Meneer Holtman. Mogen wij die ook vertrouwelijk ontvangen dan? Ik weet niet of u hem kunt ontvangen, maar u mag. U kunt ook gewoon eerst het college het werk laten doen om zeg maar, dat zeg maar, uit te werken. Maar als u daar vertrouwelijk mee omgaat, is dat denk ik op zich geen probleem. Kijk, met een mooie handen. Ja. Liever niet, maar als u het per se wil doen het. Nee, hoe meer zeg maar, het verspreid wordt, des te kans is groter dat het toch soms per ongeluk ergens terecht komt. En dat is wat het laatste wat we willen. Dus daarom zeg ik liever niet. Laat ons aan de slag gaan en dan komen we daar met u op terug. Zorgvuldigheid ook naar de bewoners die het eventueel wel of niet betreft. Dat is natuurlijk aanvullend misschien al even van. Stel dat iets afvalt omdat het planologisch, technisch, wat voor het niet haalbaar is en je gaat wel wat naar buiten toe brengen, ja, dan krijg je wel een hoop onrust. En dus voordat we zeker weten, hè, dat is een beetje het verhaal, voordat we zeker weten dat het kan, tegen die tijd, en dat moet eind Q1 klaar zijn, dan kunnen we u ongetwijfeld informeren. En nu, zolang je nog die technische kant nog niet hebt, ja, wat doe je er dan mee? Dan is het, ook voor u kunt er ook niks mee. En dan is het altijd wel bij vertrouwelijke informatie dat wat je weet, een vraag van een buurman, ja, dan moet je jezelf in bochten gaan brengen, dat je zelf ook dat je het wel weet en niks wil vertellen. Dat wordt ook ingewikkeld. Overigens, we hebben meer dan vertrouwen, we hebben onszelf zeg maar geheimhouding zelfs opgelegd. Of stukken, ook zeg maar, de grootste categorie beveiliging die we wel eens over kunnen. En dat vergt, als we dat delen, ook nog wel weer een besluit.